Dag collega. Een filmpje van YouTube downloaden om te bewaren en dan in de les af te spelen van op een USB-harde schijf die je meebrengt of een USB-pen, dat hadden we al bekeken hoe dat kon via KeepFit. Er bestaat nog een interessante manier binnen Firefox zelf. Daartoe moet je wel binnen Firefox of in je Firefox webbrowser de video download helper installeren. Dat is een add-on voor Firefox die zeer makkelijk terug te vinden is op het internet. Je opent of je start je Firefox webbrowser en in de rechterbovenhoek via de knop menu openen ga je naar de add-ons, de invoegtoepassingen. Als het goed is, kom je binnen op het blaadje extensies, waar je dan de add-ons kan doorzoeken. In het vakje add-ons doorzoeken gaan we op zoek naar de video download helper. En we tikken op enter. Helemaal bovenaan zien we, als het goed ging, de video download helper staan. De video download helper is een van de populairste, ik geloof zelfs de tweede populairste add-on voor de Firefox webbrowser. Installeren doe je door op het knopje installeren te klikken en dat is onmiddellijk gebeurd. Dus die video download helper is nu beschikbaar. Waaraan kan je dat zien? Bovenaan in uw werkbalk zijn er twee knopjes bijgekomen. Eén daarvan is het icoontje met de drie bolletjes. Dat is het icoontje van de video download helper. Ik open een nieuw tabblad en ik ga terug vlug naar YouTube op zoek naar mijn filmpje over die minuscuul Magpie. We houden het bij hetzelfde voorbeeld uit die reeks animatiefilmpjes. Op het moment dat ik op een pagina kom waar een filmpje begint te spelen, en ik zet het filmpje nu eerst even stop, zie ik bovenaan bij het icoontje van de video download helper het icoontje met de drie bolletjes gekleurd oplichten en er komt een cijfertje 7 in staan. Als ik daarop klik, dan krijg ik een overzicht van alle downloadbare inhoud op deze pagina bij YouTube. Daarin zitten een aantal verschillende versies van dit filmpje. Ik zie hier de HD 720 pixels versie van het filmpje. Hier is een iets kleinere versie, gemiddelde grootte, 480 op 360. En er staan er nog een aantal andere, een FLV versie en nog een MP4 en nog een MP4. Bij enkele daarvan staat ADP, die kan je beter laten voor wat ze zijn. Kies een van de versies die beschikbaar zijn en door ze aan te klikken wordt de download klaargezet en je kiest de plek waar het mag worden opgeslagen. Ik ga de bestandsnaam even aanpassen, want ik heb al eenzelfde filmpje gedownload en dit wordt dan eentje met de video download helper en ik klik op opslaan. Binnen enkele seconden wordt het filmpje gedownload en ik kan in mijn Windows-verkenner gaan kijken naar mapvideo's. En hier staat het filmpje dat ik daarnet heb gedownload met die video download helper. Dus identiek hetzelfde filmpje als wat ik bij de vorige sessie met KeepFit heb gedownload, alleen op een andere.